Goedemiddag. Wat gebeurt er allemaal? Goedemiddag. Bonjour. Ja, we hebben net ontdekt dat dit kunstwerk een beetje beschadigd is. Kijk, zie je hier? Ja, dat is een beetje kapot. Ça va partir à la restauration. Oui, on va regarder. Et comme on doit enlever la vitre, on va en profiter pour faire rénover, un peu rafraîchir, dirons-nous, toute l'œuvre. Het hangt hier vol kunst. Het is belangrijk dat wij ons patrimonium laten zien aan de burger. Dat hij weet wat er in de geschiedenis is omgegaan. En hoe ons land gegroeid is van in het jaar 1830. Dus de kunst in de kamer geeft eigenlijk ook de geschiedenis van België weer. Vooral dat, ja. Gaan we eens rondlopen dan, want dan ben ik wel benieuwd. Dat zou leuk zijn, hè? Ja. Dit zijn hier allemaal de beelden van de gewezen eerste ministers van de jaren 50 en 60. Dus we evolueren nu van oud naar nieuw. Tous les premiers ministres ont droit à leur statut. Tous. Oui. Ah, dit zijn de nieuwere werken, maar die zijn anders, hè? Ik bedoel, dat is zo veel meer persoonlijkheid. Zie je het? Ja, het zijn recentere werken. Dit zijn echt beelden waarin de kunstenaar telkens probeert het karakter van de gewezen eerste minister in beeld te stellen. Dit zijn veel recentere beelden ook. Dit zijn waarschijnlijk eerste ministers die jullie nog gekend hebben. Nu zijn we toegekomen in de leeszaal van de Kamer. En hier, tegen de muur, hangen alle portretten van de gewezen kamervoorzitters. Die krijgen een schilderij. Est-ce que vous avez un préféré parmi tous ces tableaux? Ah oui, depuis toujours. C'est vraiment le Gustave van de Woestijnen. Parce que vous voyez tous ces messieurs, c'est presque comme si c'était une photo. Tandis qu'ici, il y a une expression. Je comprends ce que vous voulez dire. On voit de la lumière. Le personnage ressort du fond. Hier zijn we in 1830, bij het ontstaan van België, na de revolutie. Overal spotprenten. En spotten met wie? Ah, spotten met de Hollanders. Ah ja. Van wie we wilden afgeraken. Frédéric des Pays-Bas fléchissant sous le poids de ses lauriers. Tout à fait. Et on voulait, les gens qui ne savaient pas lire, on voulait les instruire, leur raconter l'histoire de la Belgique. Ce qu'on fait encore maintenant. Kijk, hier komen we nu in het nieuwste gedeelte van het parlement. Dit is een heel nieuw gebouw dat zich bevindt tegenover het Paleis der Natie. En dat zijn geen schilderijen meer van onze koningspaar, maar... Het zijn foto's. Zwart-wit foto's. Zwart-wit foto's die gerealiseerd zijn door Dirk Braakman. En was dat hun idee? Dat was hun idee, ja. Zij wilden absoluut geen schilderij meer. Zij wilden die magnifieke foto van Dirk Braakman. En alors là, il y a aussi une œuvre qui représente Herman van Rompuy, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Als je dat vergelijkt met de eerste beelden in marmer. Is wel een groot verschil. Een groot verschil, ja. Dus, en op die manier gaan we dan nu verder gaan met de meest recente borstbeelden en ze hier verder plaatsen van de gewezen eerste minister. Een droom levenslang van harmonie en samen. Dit beeld blijft immer. Herman van Rompuy. Dat is zo de perfecte symbiose van kunst en politiek. Ça nous inspire pas pour écrire un haïku, ça? Ja, maar beginnen. Over het... Dat is geen goed idee.